welkom bij de podcast van Zeker van haar zaak. Voor wie mij niet kent, mijn naam is Lien de Pauw. Ik ben een seriële ondernemer, ik ben een lifehacker, een digitale nomade, maar ik ben vooral een explorer of life. Ik vind het dan ook superleuk om te ontdekken hoe andere mensen hun leven leiden en ik leg graag ondernemers het vuur aan de schenen over hun bedrijf. Door te weten te komen wat hen drijft en waarom ze doen wat ze doen, krijg ik zelf ook motivatie om mijn eigen dromen waar te maken. Ook deze week praten we weer met een geweldige ondernemer. En ik hoop dat die jou en mij kan inspireren om onze wildste dromen na te jagen. Is deze podcast niet genoeg voor jou? Surf dan naar de Get Inspired-reeks op www.zekervanhaarzaak.com. En in deze Get Inspired-reeks word je getrakteerd op tientallen interviews met vrouwelijke ondernemers die hun eigen weg bewandelen en hun goesting doen. Ik krijg ook steeds weer de vraag: hoe doe jij dat toch, zo altijd maar reizen en ondertussen ook nog eens bedrijven opstarten en runnen? Wel, ik wil daar in de toekomst zeker nog veel meer over vertellen, maar ondertussen kan je alvast een reeks van 10 blogs in je mailbox krijgen over hoe je nu precies een bedrijf start. En hoe krijg je die blogs? Wel, door je e-mailadres achter te laten op de homepagina. Dat is de homepagina van www.zekervanhaarzaak.com. Moet ik de ondernemer van deze week eigenlijk nog wel voorstellen? Wanneer ik Kelly de Riemaker zeg, dan beginnen er allicht meteen een paar belletjes te rinkelen bij jou. Al meer dan 10 jaar is Kelly de drijvende kracht achter de succesvolle en prijzenwinnende blog Tales from the Crib, waar ze werkelijk alles neerpent, van zotte carrièrewendingen tot hoe ze haar zwangerschapsverlof probeert financieel rond te krijgen als freelancer. Naast haar blog schrijft Kelly ook nog eens in opdracht voor onder andere de Standaard en Elle magazine. En recent bracht ze nog het succesvolle blogboek uit, De Handleiding voor Startende Bloggers. Respect, echt waar, bakken respect. Ik stel je dus met heel veel trots Kelly de Riemaker voor. Ik hou van kwetsbaarheid delen. Ik hou van mensen die durven toegeven van kijk, soms is het echt niet gemakkelijk. Als Dexter 10 is en die schaamt zich dood over de post dat ik over hem heb geschreven, dan denk ik, als dat het ergste is, ik kreeg echt koudwatervrees. Ik dacht, mijn lezers gaan denken, oh nee, wat doet die nu? Gaan die nu niet denken van die verkoopt haar ziel voor een actie met Danone? En dan heeft in de krant gestaan van eerste blogger krijgt plaats op redactie. Kelly, merci dat ik hier vandaag bij u mag langskomen in uw crib, waar waarschijnlijk veel van uw tales voor de blog zijn ontstaan en geschreven. Je bent een heel professioneel bezig bij, je bent heel wat bezig, schrijver, magazines en co. Maar vandaag wil ik het eigenlijk vooral over jouw blog hebben, Tales from the Crib. Je was bij de eerste richting bloggers in België, zo'n 15 jaar geleden als ik me niet vergis. Waarom ben je eigenlijk ooit met je blog begonnen? Ik ben ermee begonnen toen ik aan het studeren was in Gent. En het waren zo de beginjaren van het internet. Dus ik was enorm geboeid door heel dat internetverhaal. En ik was toevallig ooit op een blog, maar dat, ik weet zelfs niet of het toen al blog heette, terechtgekomen van een fotograaf, een Amerikaanse. En zij onderhield dus een soort dagboek online. En ik vond dat compleet fantastisch toen ik dat de eerste keer zag. En ik wilde dat ook. En ik zat toevallig in de eerste lichting van de nieuwe multimedia lessen aan de hogeschool. En ik heb mijn eigen site opgestart als een soort eindwerkprojectje. En dat was toen eigenlijk een blog. Maar dat was een van de allereerste. En dat was vooral mijn manier om wat vrienden die in Brugge bijvoorbeeld op kot zaten of in Leuven op de hoogte te houden waar ik elke dag mee bezig was. Dus dat was heel basic, heel persoonlijk, echt zo, ik ben vannacht weg geweest naar de Overpoort en ik ben die tegengekomen en zo heel Sex and the City, zo de dag gegeven vond ik heel fijn. En dat was mijn eerste blog. En is het soort artikels dat je dan schrijft voor je blog, de post dat je doet, is dat heel verschillend nu tegenover zoveel jaar geleden? Kun je daar zo'n evolutie in zien? Het is helemaal anders, het is zelfs niet meer met elkaar te vergelijken, want soms denk ik dat ik nu misschien wat vaker weer die kaart moet trekken van ik ben gisteren een dag gaan doen. Soms denk ik, misschien missen mijn lezers dat dagboekaspect wel. Maar ik heb mezelf zien evolueren, ook omdat je niet jaren hetzelfde wil doen en dat je ook andere blogs dingen ziet doen die je leuk vindt, naar zo'n meer praktische posts over hoe ik mijn leven als jonge moeder leid, welke shortcuts dat ik gebruik, welke lifehacks dat daarin van toepassing zijn. Ik probeer nog af en toe wel wat persoonlijk
persoonlijke zaken erin te steken, maar het is helemaal niet meer zoals dat ik het toen deed. Toen was het echt zonder nadenken, ik deed maar wat. En nu denk ik er soms wel wat meer over na. En hoe ver ga je dan over nadenken? Want je hebt al heel veel op je blog gedeeld over Yuri en dat je met hem getrouwd bent in Las Vegas. Ook over de dood van je mama. Afgelopen jaar ook het overlijden van de mama van Yuri. Postnatale depressie. Waar trek je voor jezelf de grens van, oké, dit is echt privé en dit ga ik delen op mijn blog? Er zijn verschillende vragen dat ik mij daarbij stel eigenlijk. De eerste vraag is altijd, is het relevant voor mensen die komen lezen? Want ik kan natuurlijk al mijn shit van elke dag erop gooien. Hè? Mijn wasmand is ontploft en mijn keuken trekt op niks. Maar dan denk ik, ja, het is wel herkenbaar, maar heeft een lezer daar echt iets aan? Het feit dat ik deel hoe dat ik het rouwproces bij mijn moeder heb ervaren en nu ook bij mijn schoonmoeder, komt vanuit de gedachte... heeft dat een bepaalde meerwaarde voor een lezer, dat ik mijn emoties deel? Bij mij gaat het erover dat ik soms wil tonen van, kijk, het ideale beeld van op Instagram en op blogs, hè, van outfit posts en weet ik veel wat. Ik vind dat ook heel fijn en inspirerend, maar ik hou van kwetsbaarheid delen. Ik hou van mensen die durven toegeven van, kijk, soms is het echt niet gemakkelijk. En dat is dan de manier waarop dat ik het probeer te doen. En dus ik mix zo wat op herkenbaarheid en kwetsbaarheid. En ik merk dat mijn lezers daar heel erg in meegaan. Heel bereid zijn om hun eigen verhalen ook te delen met mij. En dat vind ik een meerwaarde hebben. Dus het verstrekt vanuit die gedachte vaak. En ook, ik stel mezelf altijd de vraag... Zou ik het vertellen aan een wildvreemde dat ik op café tegenkom... En dan denk ik, ik ben wel iemand die behoorlijk open is op dat vlak. Dus meestal zou ik na een half uur aan de toog met een wildvreemde wel vertellen van ja, en trouwens, ik heb een huilbaby gehad waarna dat ik in behandeling ben geweest voor een postnatale depressie. Ik ben niet echt iemand die zich achter dingen wegsteekt op dat gebied. Ook omdat ik een journalist ben die ook bijvoorbeeld voor Flair persoonlijke verhalen heeft opgetekend van andere vrouwen, dan vind ik niet dat ik dan in een soort ivoren toren moet doen alsof dat mijn leven perfect is. Ik heb zo het gevoel van als we allemaal een beetje van onze verhalen en onze kwetsbaarheden delen, dan is het een schonere wereld. En het is zo vanuit die gedachte, denk ik, dat ik vertrek. Ik begrijp dat dat makkelijk is voor jezelf dan misschien om die grenzen te trekken, maar je zit natuurlijk ook met je omgeving, hè, met je kind. Hoe staat bijvoorbeeld jouw man daar tegenover, Yuri? Want die wordt ook soms vermeld in de post. Ga je met hem echt overleggen als je over hem praat? Eerst aan hem voorleggen of overloopt dat juist? Nee, niet meer. Ik was in het begin veel voorzichtiger, maar Yuri is daar natuurlijk keihard in meegegaan. Ik heb Yuri leren kennen, denk ik, toen dat mijn blog... Nee, ik kende hem al online toen dat mijn blog begon. Ik denk dat dat een van mijn eerste lezers ook was. Ik heb hem dan in het echt ontmoet en daar is dan onze relatie uit vertrokken. Hij heeft mijn echte blog, dus Tales from the Crypt, in elkaar gestoken, want hij was webdesigner. Dus wij zijn daar echt in gegroeid. Er is zelfs een tijd geweest dat Yuri meeblogde. Dat hij zo in het blauw blogde en ik in het roze, heel cliché. Maar Yuri haakte heel snel af, omdat hij niet zo gepassioneerd was door dat schrijven. Dus wij zijn daar samen in gestart en hij snapt dus dat verhaal heel goed. Ik denk, als hij daarin gevallen was en ik moest uitleggen, maar ja, ik ga nu ook soms over u bloggen, hè, en over onze relatie, zou dat vreemder geweest zijn. Nu, ik heb in het begin veel meer gevraagd aan hem van lees is of dat ik niet iets heb gedaan waar dat jij je ongemakkelijk over voelt. Zeker toen dat moment kwam na een paar jaar dat zijn collega's begonnen mee te lezen, zijn klanten, want hij is zaakvoerder, begonnen ineens mijn blog te ontdekken. Dus die werd ineens aangesproken over blogposts. En ik wilde hem daar wat in beschermen. In het begin las hij ook altijd zo als ik niet zeker was van een post. Maar na een tijd zei hij, ik vertrouw je wel en ik zie wel dat jij nooit iets zou posten dat mij in... discrediet brengen of waar ik mij over geneer of zo. Heel af en toe doe ik het nog wel eens. Maar dan heeft het meer met Dexter te maken. Omdat, ja, het is mijn kind natuurlijk, maar het is ook Yuri's kind. En ik wil daar niet... Allee, dat is zo'n hele dunne lijn. Hè. Ik twijfel niet echt over de zaken dat ik over mezelf deel en over Yuri. Omdat ik zo een goed beeld heb van hoe ver dat kan gaan. Maar als het over mijn zoon van 3,5 jaar gaat... die niet kan kiezen of dat hij op mijn blog wordt getoond, of dat ik een foto van hem deel, of dat ik iets deel over zijn zindelijkheidstraining bijvoorbeeld. Allee, daar stel ik mij wel heel veel vragen over. En ik weet niet of dat ik dat goed doe. Dat is zoiets waar ik met jullie ook vaak over praat. Zo van,
kan ik dat maken? Is dat leuk? Gaat hij mij dat ooit kwalijk nemen? Dus die discussies hebben we wel. Ik probeer daar voorzichtig in te zijn. Maar ik ben natuurlijk ook gewoon een trotse moeder die zo heel graag een foto van haar kind deelt. En ik merk dat ook wel. Dus hetgene dat ik altijd aan denk is, ja, als Dexter 10 is en die schaamt zich dood over de post dat ik over hem heb geschreven, dan denk ik, als dat het ergste is dat je als kind kan zeggen, zo van, mijn moeder was heel trots op mij en heeft soms een keer een gekke uitspraak en een foto van mij op haar blog gezet, dan denk ik dat wel meevalt. Maar misschien dat hij daar een heel andere mening over heeft, dus dat weet ik nu niet. Wat zijn eigenlijk de posts die het best scoren? Zijn dat zo de meer persoonlijke dingen of zijn dat lijstjes of... De allerpopulairste zijn effectief de grote momenten in mijn leven. Hoe erg ik mijn best ook doe om heel goede kwalitatieve posts over personal finance of zo te schrijven, die ook heel goed werken. Want ik weet wel dat dat zo een van de dingen is waar dat mensen heel graag naar op zoek gaan en graag lezen. Maar die werken zeker niet zo goed als het korte postje waarin ik heb gezegd dat mijn mama de avond ervoor overleden was. De aankondiging van mijn zwangerschappen, dan schiet mijn blog echt de hoogte, de cijfers schieten de hoogte in. Mijn huwelijk in Las Vegas. Soms denk ik, mensen zien het wel als een soap. Zo, dat zijn de momenten waarop dat iedereen naar thuis kijkt als er iemand... Gelukkig is er nog niemand vermoord op mijn blog, maar dat zou ook zoiets kunnen zijn. Maar het lijkt wel dat mensen leven heel erg mee met die momenten. Dat zijn de dingen die het meeste bezoekers trekken, de meeste reacties ook, het meeste kaartjes opleveren hier in de bus. Want dat verbaast mij ook altijd dat mensen dan op zoek gaan naar mijn adres om dan zo proficiat met je zwangerschap en zo naar mij op te sturen. Ik vind dat heel fijn, maar daarnaast zijn het wel de zaken, zo de iets meer gefundeerde posts over waarom ik nog altijd in therapie ben, werken heel goed, kwetsbare dingen en persoonlijke dingen. Dat is echt... eigenlijk de zaken waarover ik in het begin dacht van, wie heeft daar nu iets aan zo? Veel bloggers denken, ja, ik ga een modeblog beginnen, maar ik ga niet te veel persoonlijk erin steken, want niemand kent mij en dat is niet zo belangrijk. En toch merk ik, en ik raad dat ook aan mensen aan, steek er een keer iets van jezelf in. Toon een keer dat je geen robot of geen redactie bent, maar dat je gewoon een echte mens bent die ook zaken meemaakt. Mensen houden daarvan en daarom blijven die ook komen, denk ik. Omdat die weten van, oké, die kan haar zaakjes misschien wel voor elkaar hebben. Hè. Die heeft zo'n budgetteringsprogramma en die doet zo van alles en die heeft lifehacks. Maar ik vind het belangrijk dat mensen ook weten dat ik tegenslagen heb en dat ik op mijn gezicht al ben gegaan en dat ik dat niet altijd goed lukt. En dat ik ondanks alles voortdoe. Ik denk dat dat ook een deel van de... dat mensen zo denken van, bij haar gaat het ook niet allemaal fantastisch. Dus, het is geen plastiek een pop die dat zit te schrijven of zo. Het is iemand die echte dingen meemaakt. En dat werkt echt heel goed. Wanneer je schrijft, hou je dan rekening mee om woorden te gebruiken die hoog gaan scoren in de zoekmachines? Ik heb me er ooit wel in verdiept, omdat ik ineens begon door te hebben van die Google is toch echt wel heel belangrijk om nieuwe lezers te hebben. Zeker als je zo een commercieel verhaal begint te verwerken in je blog. Wat ik op een bepaald moment kreeg, veel aanvragen van bedrijven. En ik dacht, hoe meer bezoekers ik heb, hoe interessanter ik word voor bedrijven. Dus misschien moet ik dat wel eens bekijken. Maar ik vond dat toch heel saai. Zo. Dan waren er zo van die regels van, je moet belangrijke kernwoorden in je inleiding zetten. En ik merkte dat dat niet bevorderlijk was voor de manier waarop dat ik schreef. En ook niet voor mijn blogplezier eigenlijk. Dus wat ik nu wel doe is, ik ga soms wel eens na, zo bijvoorbeeld als ik, wat dat een van mijn populairste blogposts ooit was, is wel vertrokken vanuit de vraag, zou dat iets voor de zoekmachines kunnen zijn? En dat was, ik merkte dat heel veel mensen op mijn blog terechtkwamen met de vraag, leuke restaurantjes in Ieper of ontbijten in Ieper. En ik had dat dan eens ingetikt, bleek dat je daar helemaal niks over vond op Google. Dat was echt zo, mijn blog stond bijna bovenaan, maar ik had dat eigenlijk nog nooit echt goed uitgewerkt. Dus dan dacht ik, oké, ik ga aan de slag. Ik ben naar de stad geweest, ik heb jullie wat foto's laten nemen van mezelf in de stad en bij leuke winkeltjes en restaurantjes, zo echt gelijk of dat je een reportage en een flair zou maken. Zo Ieper City Highlights of zo. En ik heb 16 tips om van je bezoek aan Ieper een succes te maken geschreven. En dat is nu nog... Dat was zo in de periode dat iedereen naar Ieper begon te komen. En nu is dat nog altijd een van mijn allerbeste blogposts om mensen via Google naar mijn blog te trekken. En die blijven heel vaak hangen. Dus die komen op die blog en denken, oh, wat is dat hier? En je kunt zo heel snel van op die post doorklikken naar, ben je hier nieuw en wil je weten wat dat ik allemaal doe? Klik dan een keer eerst op die post daarover. En ik merk dat dat gebeurt. Dus soms doe ik dat wel eens zo. Dat ik denk,
mensen kunnen daar iets aan hebben. Bijvoorbeeld nu, mijn broer, zijn vriendin is zwanger en zij vroeg deze week aan mij, wat zijn nu echte dingen dat ik nodig heb als ik mijn eerste kind heb? En ik dacht, ha, als jij dat aan mij vraagt, is het teken dat je misschien op Google nog niet echt een goed antwoord hebt gevonden of denkt dat ik daar iets over te vertellen heb. Dus dan schrijf ik dat wel op en ik ben nu wel van plan om zo een lijstje te maken van dit is volgens mij wat dat je nodig hebt en dit heb je helemaal niet nodig. Allee, als mensen u mailen met zo'n vraag, is het teken dat ze geen goed antwoord erop vinden. En dan schrijf ik dat wel. Allee, als ik het leuk vind. Ik ga echt niet over iets schrijven dat mij niet boeit. Maar dat is de enige manier waarop dat ik daar rekening mee hou. En ik zit dan ook niet elke blogpost aan te vullen met keywords van dat met dat en dat. Allee, dat vind ik echt iets te arbeidsintensief. Maar het is wel boeiende materie. Het is wel leuk. Maar veel verder dan dat gaat het niet van mij. Je zei daar net al dat je soms vragen krijgt van bedrijven tot samenwerken. Mm-hmm. Je ziet ook de laatste jaren dat bloggen steeds meer echt een business is geworden tegenover de tijd waarin dat jij ermee begonnen bent. Er zijn ook bloggers die er echt fulltime aan verdienen. Is dat bij jou ook het geval? Verdien jij met je blog? Op dit moment minder dan dat ik ooit heb verdiend, maar ik verdien er wel aan. Het was gewoon zo. Hè. Op een bepaald moment hebben bedrijven een blog ontdekt. En dat is een jaar of 3 geleden, herinner ik mij nog, begon ik ineens het ene mailtje naar het andere te krijgen. Van, kunnen wij samenwerken? Mogen wij jou iets opsturen? Zou jij iets over ons merk willen schrijven? Kom jij naar een voorstelling van ons merk? En ik wist niet wat dat mij overkwam, maar ineens dacht ik, ja... Ik zit uiteindelijk al meer dan 10 jaar elke week zeker 3 stukjes te schrijven en ik verdien daar niks aan. Dus dan begin je wel af te vragen, kan ik daar iets mee verdienen? Ik vind dat geen vreemde vraag. Het stond toen nog zodanig in zijn kinderschoenen dat heel veel dingen niet goed marcheerden. Bedrijven hadden niet goed door hoe dat ze het konden aanpakken en stuurden dan willekeurig van alles op naar mensen die daar niks mee hadden. Verwachten heel veel van bloggers. Hè. Snapten niet dat bloggers een persoonlijk verhaal proberen te vertellen op hun blog en stuurden dan ineens persteksten door van zou jij deze tekst over onze stofzuiger kunnen kopiëren op je blog? We betalen je €50 of zo. En dan voel je heel erg van ja, nee, dit is niet de manier waarop het kan. Wat ik heb gedaan is een tijd banners verkocht op mijn blog en zo samengewerkt met zo leuke webshops voor kinderkleertjes bijvoorbeeld. Omdat ik dacht, ja, als die zo wel... Allee, als ik daarmee samenwerk, dan is dat wel leuk, want Dexter draagt dan dus iets van daar. En dan kan ik ook eens iets duurdere dingen kopen. En voor mij was dat een leuke samenwerking. Dus bedrijven, allee, kleine webshops, sympathieke dingen, betaalden mij dan zo een bepaald bedrag om een bannertje te laten draaien. En dan gaf ik af en toe eens een product van hun weg. En dat marcheerde goed. En over wat voor bedrag ging dat dan voor zo'n banner? Als die een pakket kochten voor zo een paar maanden, dan betaalden die mij iets van €400-500 voor zo'n pakket. Maar dan was dat echt, dan kregen die ook een blogpost waarin dat ik vertelde waarom dat ik met hen samenwerkte. Ik probeerde altijd samen te werken met bedrijfjes waar dat ik al iets had besteld of zo. Dat niet, ik kreeg ook zo voorstellen van casino's in Nederland en dan deed ik dat zeker niet. Of dingen dat ik echt zo het gevoel had van, ja, zo grote bedrijven deed ik toen net niet, omdat ik zo... Ja, ik vond dat niet kloppen. Ik wilde het zo sympathiek houden. Dus ik heb dat een tijd gedaan en ik heb er eigenlijk behoorlijk goed aan verdiend. Was het dan bijna een maandloon? Of sommige maanden zat ik echt wel zo... Allee, op maandbasis zat ik echt zo rond de €800-900 aan commerciële inkomsten. Allemaal aangegeven trouwens, want mensen vroegen zich dat af. Ik wist ook van, ja kijk, mijn blog is iets publieks. Hè. Als de belastingcontroleur ineens op mijn blog uitkomt en die ziet dat ik daar samenwerk bij bedrijven, ik wilde dat wel goed doen, want ik was wel bang dat ik ineens iemand aan mijn deur ging krijgen van, madame, wat zijn jij hier allemaal aan het doen? Dus ik heb dat direct allemaal laten checken door mijn boekhouder ook, van mag ik dat als journalist? Kan dat wel? Ben ik hier geen dingen aan doen die illegaal zijn? En gelukkig maar, want ineens stond hij hier dus wel, de belastingcontroleur. Dus ik raad iedereen aan om dat toch goed te bekijken, want het kan goed zijn dat je ineens al je inkomsten, of dat je ineens een boete krijgt omdat je het niet goed hebt aangepakt. Dus op die manier heb ik het toen gedaan, maar wat dat voor mij moeilijk was, ik was ook nog eens, ja, je bent freelance journalist, je hebt een fulltime job, je probeert je blogposts kwalitatief te houden en ik was dan nog een keer, ik weet niet hoeveel tijd kwijt, aan mailen met die webshops, facturen uitschrijven, naar daar checken of dat die dat wel betaald hadden, dan weer nadenken van zouden we rond kerstmis dan geen speciale actie doen om nog weer, dat was echt heel arbeidsintensief en op een bepaald moment had ik het wat gehad. En ik denk dat ik na een jaar of anderhalf jaar
de beslissing hebt genomen van dit is heel leuk geweest, maar er zijn misschien nog andere manieren om het te doen. En dan heb ik dat wat afgebouwd. Ik doe het nog heel af en toe een keer, maar nu werk ik zo meer samen met grotere bedrijven. En wat voor samenwerking zijn dat? Dan kun je zo'n voorbeeld geven wat je al langs gedaan hebt. Ja, het afgelopen jaar heb ik 2 keer samengewerkt met Danone. Dat was mijn eerste grote samenwerking eigenlijk, waar dat echt over serieuze bedragen ging via een bureau dat echt grote bedrijven in contact brengt met heel specifieke bloggers waarvan dat zij dachten van dat is iemand die binnen onze doelgroep past. Danone wilde een actie doen met bloggers voor Activia en dat was dan, ze waren op zoek naar actieve jonge vrouwen en bloggers die eigenlijk in dat segment zaten en mensen inspireerden. Dus dan hebben ze mij gecontacteerd, dan zijn we een paar keer gaan babbelen. Dat was zo de eerste samenwerking waar er echt zo ruimte was om, wat willen jullie? Oké, dat is goed, maar dit wil ik. Ik ga niet verder dan dat. Ik wil niet een reclamespotje voor Activia moeten opnemen. Ik wil niet op mijn blog met een potje Activia naast mijn hoofd staan. Dat was zo echt, ik heb dat wel zo heel erg begrensd. En bij Danone snapten ze dat gelukkig ook. En dan zijn wij een samenwerking begonnen. Waarbij ik eigenlijk op mijn blog elke week een bepaalde challenge voor mijn lezers voorzag. Die hing samen met een site van Activia. Er werd zo over en weer gelinkt. Zij deelden dingen van mij op hun Facebookpagina. Dat zat eigenlijk heel goed in elkaar. Zo goed dat iedereen achteraf super content was. Voor Danone was dat heel goed geweest, want dat had echt heel goed gemarcheerd op Instagram. En bloggers hadden zich honderden bloggers ingeschreven om daaraan mee te doen, die iedere keer linkten naar de site van Danone. Ze hadden mij goed betaald daarvoor. Dat was allemaal heel correct verlopen, waardoor dat ik... En uw lezers, hoe reageerden die daarop op zo'n samenwerking? Gelukkig heel goed, want ik heb daar wel slaap voor gelaten. Zodanig dat op een bepaald moment kwam er een filmpje bij. En moest ik dan toch zo... zag je mij ineens in bewegend beeld? Wilde Danone natuurlijk wel dat er iets van hun product in dat filmpje zat, maar wilde ik dus echt niet met dat potje yoghurt zitten. Want dat was ook mijn eerste ding dat ik zei. Ik at toen ook geen yoghurt. Op het moment dat ik in zee ging met Danone, was dat mijn eerste vraag. Stoort dat ik niet zo graag yoghurt eet? Nu, ondertussen eet ik wel regelmatig yoghurt, maar niet zozeer daardoor. Maar allee, dat was wel, ik ben daar ook heel eerlijk over geweest. Zo van, oké, ik snap heel het verhaal van de actieve vrouw, maar ik ben zelf niet iemand die heel veel yoghurt eet. Maar dat was dan niet echt een probleem. Maar ik weet nog, in de eindfase, just zodat we gelanceerd hebben... ben ik bijna zo ver gegaan dat ik kreeg echt koudwatervrees. Ik dacht, mijn lezers gaan denken, oh nee, wat doet die nu? Ik wist dat mijn core business was authenticiteit op mijn blog. En ineens dacht ik van, gaan die nu niet denken van die verkoopt haar ziel voor een actie met Danone? Maar tegelijk dacht ik heb mijn grenzen echt proberen te bewaren. Dus ik hoop dat ik hier geen... Ja, het was een risico. Het was echt een risico. Maar mijn lezers hebben verschrikkelijk goed gereageerd, zijn heel positief geweest. Dat was een enorme opluchting voor mij. Allee, ik kan me voorstellen dat niet al mijn lezers... Er zullen lezers geweest zijn die zullen gedacht hebben, allee Kelly, dat stelt me nu keihard teleur dat je met een bedrijf samenwerkt. Maar ik heb niks gedaan op mijn blog toen dat ik niet uit mezelf ook zou gedaan hebben. Allee, met een kleine aanpassing, hè. Ik zou niet linken naar een bedrijf uit mezelf. Maar ik denk dat het was echt een evenwichtsoefening en ik denk dat we het goed hebben gedaan. Waardoor dat ik de tweede keer ook weer een kans heb gegeven. Dus we zijn dan nu, 6 maanden later, hebben we het weer gedaan. Het coole was ook dat er dan ineens een evenement aan werd gekoppeld waar dat alle bloggers elkaar konden ontmoeten op een brunch. En het was ook vanuit die gedachte dat ik dat eigenlijk wel leuk vond om mijn lezers te ontmoeten. Dat was dan... werd ondersteund door Danone, moest niet zelf iets organiseren en maken dat de koffie klaar stond en zo. Dus ik denk dat ook vanuit die gedachte was dat heel veel bloggers het heel leuk vonden om een keer ons te zien en met ons te komen praten en zo dingen uit te wisselen. Dus ja, ik heb wel doodsangsten uitgestaan op een bepaald moment, maar uiteindelijk ik voelde mij niet vies achteraf of zo, dus het was wel oké. Hoeveel tijd spendeer je eigenlijk gemiddeld aan bloggen? Is dat iets op een dagelijkse basis? Is dat een paar keer per week? Is er een bepaalde flow in voor jou? Heel weinig eigenlijk, als ik daarover nadenk. Ik ben iemand die heel snel schrijft. Dus bij mij is het dikwijls, bijvoorbeeld, ik heb nu vanmorgen gedacht van er staat al een paar dagen niks meer op mijn blog. Ik ga straks een postje tikken. Ik heb zo al een vaag idee. En dan is dat iets... soms is dat 20 minuutjes en dan gooi ik dat erop. En gaat dat heel snel.
Sommige maanden probeer ik het wat beter aan te pakken, maar dan, het heeft meestal met de drukte in mijn agenda als journalist te maken. Als ik tijd over heb, zit ik soms wel een keer een vrijdagnamiddag zo lijstjes te maken van zou ik niet een keer een blogpost daarover doen en dan volgende maand zou ik graag dat eens doen. Dus het hangt er een beetje van af, maar eigenlijk veel meer dan anderhalf uur per week of zo spendeer ik niet aan mijn blog. Of het zou moeten zijn dat ik echt, ja, het gevoel heb van nou, nu ga ik een keer keihard op voorhand werken en wat blogposts klaarzetten dat ik meer op mijn gemak ben of wat foto's nemen of zo. Of zo'n blogpost gelijk 16 hotspots in Ieper die dan wat arbeidsintensiever zijn. Maar al bij al valt dat heel goed mee. Mensen denken vaak dat ik daar heel veel tijd aan spendeer, maar het is natuurlijk ook zo, hoe langer dat je dat doet en als je al 12, 13 jaar blogt, dan zit er daar zo'n routine in. Ik zit niet meer zo naar dat witte blad te staren. Hè. Als ik mij zet, dan gooi ik dat eruit en dan is dat nog een keer nalezen en een foto posten en dan... Je zit daar wel... Ik merk wel dat ik nu waarschijnlijk 6 keer korter aan zo'n blogpost schrijf dan zo in 2001. Dus... valt wel heel goed mee, vind ik. En hoe zit het eigenlijk met uw bezoekersaantallen? Hoeveel bezoekers heb jij nu? En kun je dat vergelijken met hoeveel dat al was? 2 jaar geleden, 5 jaar geleden, 10 jaar geleden? Zo'n een ruwe schets qua evolutie? Wel, ik wist dat die vraag zou komen, want die vraag komt altijd. En mensen geloven dat ik was niet, maar ik weet dat eigenlijk helemaal niet zo goed. En ik ben moeten gaan kijken in mijn statistieken hoe dat zat. Qua evolutie kan ik in elk geval zeggen dat ik ooit begonnen ben voor echt letterlijk 10 man. Want niemand weet dat je blog bestaat, dus dan zeg je gewoon tegen wat vriendinnen van als je goesting hebt om een keer te komen lezen wat ik allemaal doe, maar dat stelde echt niks voor. Ik weet nog dat ik de eerste keer dat ik 100 lezers op een dag had, ik vond dat waanzin. Ik kon me ook niet inbeelden wie dat was. Ik vond dat ook een beetje bedreigend, zo van 100 mensen, stel je voor hoe dat eruit ziet. En ondertussen heb ik dagen dat ik dat die blog 5.000-6.000 keer wordt aangeklikt, dat ik natuurlijk totaal geen benul meer heb wie dat allemaal is. En ik ben het gaan bekijken, nu zit ik echt op maanden, een goede maand kan 80.000 bezoeken genereren en een gemiddelde maand 60.000 of zo, wat dat heel veel is, denk ik. Allee, ik zit niet bij de meest gelezen, of de best gelezen blogs van dit land, maar ik zit toch wel redelijk hoog in die top, ik weet niet of ik in de top 10 sta, waarschijnlijk ook niet. Ik zeg het, ik ben er niet zo mee bezig, maar het verbaast mij wel als ik begin na te denken over die aantallen. Allee, dan denk ik soms, wie is dat in godsnaam? Voor wie schrijf ik eigenlijk? Ik weet eigenlijk niet hoe dat in elkaar zit. Dus het is enorm geëxplodeerd op een bepaald moment. En dat had ook te maken, denk ik, met ineens kreeg ik een job door mijn blog. Ik ben door Thomas Siffer destijds naar Story gehaald. En dan heeft in de krant gestaan van eerste blogger krijgt plaats op redactie. En dan won ik een wedstrijd van een computertijdschrift voor beste persoonlijke blog. En dan zag ik dat ook weer aangroeien. En dan werd ik ineens door Flair bij de beste 10 Vlaamse blogs genoemd. En dan zag je zo iedere keer wel zo, dan kwam er wat volk bij. Evolueert dat nog sterk de laatste jaren? Is er nog een enorme piek gekomen? Het is niet dat enorm sterk evolueert, want ik heb het gevoel dat een blog meestal zijn lezers wel heeft. En er komen er af en toe wel wat bij en er gaan er weer wat weg. Maar het gaat nog altijd in stijgende lijn. Het verbaast me soms dat ik zo merk dat mensen mijn blog ontdekken. En die sturen mij dan soms mailtjes wat ik heel schattig en ook een beetje beangstigend vind. Ik heb net heel je archief gelezen van 2001 tot nu. Of ik zit nu al in 2006. En dan denk ik, je gaat nu bijna ontdekken dat mijn moeder gaat sterven aan kanker. Dat is een heel vreemde gedachte dat mensen echt mijn leven helemaal doornemen. En dan denk ik, maar waarom? Je kent mij niet. Maar ja, langs de andere kant, ik heb dat ook ooit wel gedaan met bloggers dat ik fantastisch vond. Zo echt door een archief gaan ploegen van wat hebben die meegemaakt. Dus er zijn nog mensen die er nog opkomen, maar het is zeker niet zo dat ik denk van dat er nog enorm veel groei op zit of zo bij mij. Het is ook niet dat ik daarop mik. Ik ben content met iedere lezer die erbij komt, maar ik ben vooral content met al die lezers die al 10 jaar blijven hangen zijn en dat die nog altijd met veel enthousiasme komen lezen en reageren. Daar gaat het voor mij eigenlijk nog meer over. Welke andere blog vind jij dan zo fantastisch? Er zijn er een paar. In Vlaanderen is er... er zijn er een paar. Ik hou van de kleine persoonlijke kwetsbare blogs eerder dan de superpopulaire grote blogs. Alhoewel dat ik er ook wel een paar volg. Maar ik lees er niet meer zoveel.
Ik denk altijd, als ik een nieuwe volg, dan ik heb gewoon maar 24 uur op een dag, dan gooi ik er meestal één uit, waarvan ik al een tijd denk van eigenlijk vind ik dat zo boeiend niet meer. Dus ik denk dat ik er maar een stuk of 10, 15 volg. Vertellementen.be of vertellementen.com is één dat ik altijd noem. Dat is een Vlaamse blog. Zij doet eigenlijk alles, want ik heb op een bepaald moment een boek over bloggen geschreven en zij doet eigenlijk alles wat ik zeg, doet zij niet. Alles dat ik aanraad, doet zij niet. Dus zij trekt zich niet echt aan, denk ik, van wat haar lezers willen. Zij blogt niet consequent zoveel keer per week. Het gebeurt als ze een keer een maand niet blogt, dan is ze daar ineens met 3 posts na elkaar. Zij post geen foto's of zo goed als niet. En toch vind ik dat compleet geweldig, omdat zij heel mooie kleine verhaaltjes over heel simpele mooie dingen in het leven. Die kan zo dingen schetsen waarvan ik word altijd heel warm van die haar blog. Dus, en dat geeft weer dat, zelfs als je niet de tips volgt van 10 tips om van je blog een fantastisch succes te maken, dan kun je nog zo'n mooie dingen doen. Dus daarom vermeld ik die altijd van, je kunt ook gewoon iets heel schoons doen op je blog en iets kleins dat niet interessant is, commercieel, waar je nooit iets mee gaat verdienen, maar dat gewoon heel veel mensen heel blij maakt. Maar tegelijkertijd ben ik ook keihard fan van de grote Amerikaanse blogs als Doos.com of zo, wat heb je nog? A Cup of Joe is een recente ontdekking van mij. Dat zijn bedrijven geworden. Dat zijn mensen die zelfs met redacties beginnen te werken. Die zo freelancers in dienst hebben, die zo bepaalde blogposts voor hen schrijven. Dat is echt enorm. Die verdienen echt ook meer dan maandlonen met die blogs. Maar die pakken gewoon heel dat verhaal heel professioneel aan en die schrijven heel boeiende dingen. Die nemen de tijd om zo kwalitatieve inhoud te posten. En ik kan daar ook wel echt met heel grote ogen naar kijken en denken van wauw, je doet dat ik weet niet hoe. Of je maakt ineens een podcast, wat dat mijn grote droom is op dit moment. Ik ben wild van podcasts en als ik 40 uur op een dag zou hebben, dan zou ik zeker al mijn eigen podcast hebben begonnen. Want ik ben ervan overtuigd dat ik dat enorm graag zou doen. Dat er ook in België, daar geloof ik wel in, dat daar ruimte voor is. Dat mensen daar nog mee moeten kennis maken. Maar dat dat een hele coole manier is om je verhaal te delen. Maar ik heb gewoon geen tijd en ik vind dat heel jammer. Dus ooit hoop ik dat te kunnen doen. Maar de kans is groot, ja, er komt een tweede kind aan. Dus ik moet mij ook geen illusies maken. Maar ik zou dat lijkt mij nu een keer echt iets voor mij. Zo. Dus misschien ooit. Ja, want je zit daar juist al, hè. Je blogt natuurlijk niet alleen. Je bent ook als journalist. Kun je eens kort zeggen wat je allemaal nog voor de rest van professioneels doet? Ja, dus ik ben freelance journalist en ik schrijf voor verschillende redacties eigenlijk. De belangrijkste op dit moment, denk ik, is de Standaard Magazine, waar dat ik lifestyle reportages voor maak. Culinaire dingen, psycho, ja, lifestyle. Het gaat een beetje alle richtingen uit. Eigenlijk schrijf ik voor hen de zaken dat ik heel boeiend vind op dit moment. Heel vaak is het niet, maar het gebeurt wel dat het vertrekt vanuit mijn blog ook. Dat mensen van de redactie mij een mailtje sturen met hey, we hebben uw blogpost gelezen over budgetbeheer, hoe saai dat ook klinkt. We vonden dat super interessant, kun je voor de Standaard Magazine niet een keer dat wat uitgebreider brengen. En dan doe ik dat. Het gebeurt ook dat ze vanuit gewoon de standaard, bijvoorbeeld er is een rubriek hart en hoofd, Ik had op een bepaald moment op mijn blog geschreven dat ik probeerde meer te singletasken in plaats van altijd te multitasken en van alles door elkaar te doen. Ik had dat redelijk beknopt omschreven, maar er waren zo heel veel reacties op gekomen. En dan mailen ze mij van de krant. Ah, we vonden dat weer niet interessant. Kun jij niet een groot stuk voor ons daarover maken? Of een keer iets testen of weet ik veel wat. Dus er vertrekt wel af en toe ook iets vanuit mijn blog. Maar ook heel vaak dat ik denk, op mijn blog zou ik dat niet zo goed kunnen doen, maar zouden we dat niet eens in het magazine doen? En dan mag ik dat meestal wel maken. En voor de rest heb ik nog wat columns, maandelijkse columns, bij Steps en bij Femma magazine. Ik doe ook heel wat copywriting er nog eens naast, voor allerhande bedrijven die mij willen inschakelen voor lifestyle teksten die met hun producten te maken hebben. En af en toe valt er nog eens iets uit de lucht, dan krijg ik ineens een aanvraag van Psychologisch Magazine of zo, van heel vaak ook via mijn blog, van we zijn op je blog terechtgekomen, vonden dat je een heel leuk stuk geschreven hebt over je postnatale depressie of je huilbaby of weet ik veel, wat kun je daar voor ons iets rond maken en dan doe ik dat meestal. Allee, als dat mij boeit, dan doe ik dat, ga ik daarop in. Dus het is een beetje, het is heel gevarieerd. Wat doe je eigenlijk het liefst? Bloggen, journalistieke werk, copywriting? Boeken schrijven. Dat heb ik ook gedaan vorig jaar. Het blogboek heb ik geschreven en ik heb dat enorm graag gedaan.
Ik hou van de vrijheid die daarbij kwam. Zo. Ik had ineens een groter project. Want hoe ik nu werk is meestal... Je schrijft een artikel, met wat geluk heb je daar een week de tijd voor om dat allemaal in elkaar te boksen. Ondertussen zijn we alweer bezig met de voorbereiding van het volgende artikel vaak, dus dat loopt dan door elkaar. En ik had zo het gevoel van, ik kan hier nooit op adem komen. Ik ben altijd zo... Ik kon ook niet... Ik had het moeilijk met genieten als je dan zo ineens een artikel had geschreven waar heel veel positieve reacties op kwamen. Dan dacht ik, eigenlijk zou je nu een dag moeten hebben om te denken, goh, en wel, ik heb dat goed gedaan. Ik ga nu even een dagje rustig en dan begin ik weer aan iets nieuws. Maar meestal is dat zelfs als freelancer niet het geval, want je zei alweer, je hebt je vaste rubrieken dat je moet maken en zo. Dus ik had echt nood aan een groter project waar dat ik aan begon, dat ik wist, dit is het enige dat ik de volgende 3 maanden ga doen. Ik ga me daarop smijten, er gaat niemand de hele tijd over mijn schouder meekijken van hoe ver zit al. En ik had het geluk dat ik bij een kleine uitgeverij zat die mij helemaal heeft laten doen. Dus ik mocht zelf de illustrator kiezen, ik mocht zelf de indeling van mijn boek bepalen. En ik vond dat compleet fantastisch. Zo fantastisch dat ik dacht, ik wil meer van die grotere projecten. Maar financieel ja, is het moeilijk omdat je gewoon niet weet of dat een boek gaat aanslaan of niet. Ik heb nu wel geluk gehad dat mijn boek het behoorlijk goed heeft gedaan. Maar ja, je inkomsten komen maar 6 maanden na publicatie. Wat dat gewoon... Ja, je moet daar als moeder die... Allez, ik moet mijn kind ook eten geven en zo. En dat was niet... Dat was wel... op dat vlak was dat wel onzeker. Dus... Mocht dat allemaal wat beter in elkaar zitten, met zo'n voorschotten en weet ik veel wat, mocht ik een uitgever vinden die mij ineens een voorstel doet voor 3 boeken over bepaalde thema's en ik weet van oké, en mijn maandloon gaat redelijk hetzelfde blijven, zou ik dat zeker opnieuw doen, omdat dat gewoon veel meer vrijheid geeft. Maar ik geniet nog altijd ook wel van mijn journalistieke werk, omdat er heel veel van mezelf in zit. En dat bloggen is voor mij gewoon mijn speeltuin, waar dan niemand iets over te zeggen heeft. En waarvan dat ik gewoon denk, als ik nu goesting heb om een rubriek op te starten, waarin dat ik al mijn buren ga interviewen en daar iets leuks rond maak, dan doe ik dat gewoon. En dat is gewoon ook een heel fijn gevoel. Dus er zit van alles wel... Allee, er is voor alles wel iets te zeggen. Ik ken jou nog van vroeger, van in de wandelgangen van Salem, als ik voornamelijk op de redactie van Flair zat, ja. En jij opnieuw aan story. Ik bekeek altijd als een heel harde werker, die echt heel veel artikels erdoor joeg en tot laat op de redactie soms zat. En nu volg ik jou op Instagram en zie ik vaak wel post in de naam dat je met Dexter aan het spelen bent, of dat zwembad gaat of zo. Ik heb het gevoel dat jij nu minder hard werkt in uren toch dan vroeger. Is dat zo? Of vergis ik me daarin? Ja, mijn leven is wel veranderd. Op het moment dat mijn kind er kwam en dan ook nog eens toen hij naar school begon te gaan, was dat nog helemaal anders. Want een crèche blijft open tot 6 uur, maar ik moet aan de schoolpoort gaan staan om 3:30. Ik heb de luxe om dat te doen. Hè. Ding is natuurlijk, ik heb niet zo'n netwerk. Mijn mama is gestorven jaren geleden. Mijn schoonmama is nu ook overleden. Dus ik heb niet de oma's die dat kunnen doen. En ik heb er gewoon nu voor gekozen om... Mijn kind is nog heel jong en ik sta gewoon graag aan die schoolpoort. Ik vind dat waardevol dat er iemand is die op hem wacht. Dat hij niet tot 6 uur naar de opvang moet en zo. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat mijn werkdagen echt gigantisch kort zijn geworden. En dat heb ik nog niet gehad over de woensdag, waar je om 10:50 aan de poort moet gaan staan. En de vrijdag om 2:50. Dat is echt... dan heb je heel weinig uren over. Maar wat dat ik nu... Ik werk eigenlijk nog bijna evenveel, maar ik ben veel efficiënter. Zo. Vroeger had ik wel eens een namiddag waarop dat ik aanlummelde en zo wat op Pinterest zat, meer dan dat ik aan het werken was. Nu is dat echt elk uur dat ik heb, wordt er doorgewerkt en ik ben nog veel meer bezig met to-do-lijstjes en planningen en hoe ga ik dat oplossen. En dus, heb jij bepaalde goeroes of voorbeelden daarin, zoals bijvoorbeeld het boek Getting Things Done, waar je dingen uit haalt, of andere boeken? Getting Things Done is echt mijn bijbel, al jaren. Ik heb daar ooit kennis mee gemaakt toen ik in Amerika in een boekhandel stond 10 jaar geleden. En dat was daar toen de hype. En ik dacht, dingen gedaan krijgen, dat moet ik doen. Want soms weet ik gewoon niet hoe ik het moet aanpakken. Dus zonder Getting Things Done en een paar apps zou het niet gaan, denk ik, bij mij. Ik ben gewoon iemand die... Ik flip volledig van chaos. Dus als ik ineens niet meer... ik kan gewoon ook niet alles onthouden. Dus ik moet gewoon... Alles dat ik moet doen, moet ik opschrijven en afvinken.
En dat helpt mij wel enorm. Want bij mij is het dikwijls, als ik merk dat ik ongelukkig begin te worden of dat ik begin te verzuipen, weet ik gewoon dat ik een lijstje moet maken. En dan is het overzichtelijker. En dan weet ik van, hoeveel... Ik maak echt lijstjes tegenwoordig op aanraden van mijn psychologe, want ik ben daar ooit gaan zitten. Die vraagt mij altijd zo van, hoe gaat het deze week? En ik zat daar ooit eens en ik zei, hoe? En toen vroeg ze door en merkte ik van dat ik zo helemaal begon in te storten, want ik was volledig overwerkt. Zo'n paar, een jaar geleden of zo. Op het moment dat mijn zoon naar school begon te gaan. En zij zei, je moet gewoon eerlijk tegen jezelf zijn over het aantal uren dat je nog hebt. Je kunt wel doen alsof je leven niet veranderd is, maar je hebt het aantal uren niet meer. Dus wat ik nu echt heel concreet doe, is op maandag tellen zo. Maandag heb ik zoveel uren, want ik moet in de namiddag met Dexter gaan zwemmen. Dinsdag heb ik zoveel uur. Woensdag heb ik maar 2 uur. Wat kan ik in die 2 uur doen? En dan zet ik daar ook niet meer op. En al de rest moet maar doorschuiven naar de week daarna. Dat is echt een kwestie van prioriteiten. En dat klinkt heel makkelijk... Of logisch, maar ik heb het gevoel dat heel veel mensen geen benul hebben hoeveel uren op een week dat die hebben en wat je daar dan echt mee kunt doen. Dus het moet gewoon op die manier gebeuren nu en soms is het gewoon heel veel. En ik probeer ook wat vaker nee te zeggen dan vroeger, maar ik ben daar heel slecht in, omdat ik heel enthousiast word van projecten. Dat is mijn grote probleem als iemand mij belt en zegt, Kelly, heb je zin om naar Amsterdam te gaan, om die culinaire kookboekenschrijver of weet ik veel wat te gaan interviewen? Dan denk ik altijd, maar ja. En dan komt het moment waarop je beseft, ja, maar wie gaat er dan Dexter gaan ophalen? Dan moet ik zo beginnen plannen en mensen en delegeren en ik ben daar niet zo goed in. Maar ik leer het. Allee, ik ben het aan het leren. Zo. Het is echt zo'n proces van zoeken en herbeginnen. Want nu komt er een tweede kindje aan. En dan besef ik ook wel van, dan gaat er nog minder tijd in mijn dag zitten. En misschien ga ik dan wel maar 4/5 werken. Maar dat gaan we dan wel. Allee, daar ben ik nu al over aan het nadenken. Maar dat gaat zichzelf ook weer een beetje moeten uitwijzen. Maar ik besef van, het is niet perfect. Mijn werkdagen zijn soms heel hectisch. Soms stort ik hier ook s'avonds in dat ik denk van, dit kan niet meer. Ik ben echt dingen aan het doen die niet goed zijn voor mij. Maar dan denk ik, ik hoor dat van andere mensen net zo. Ik denk niet dat ik daar een uitzondering in ben. Maar ik probeer te zoeken naar zo'n middenweg. En niet te vaak te crashen. Tot nu toe lukt dat wel. Heb jij zo'n nummer uno lifehack of een of ander lijstjesysteem of een wonderlijke app die dat voor jou allemaal wat gemakkelijker maakt, die jou professioneel meer ademruimte geeft? Ik heb er één. Nu, ik ben ervan overtuigd dat... er zijn heel veel goede apps en iedereen heeft zo zijn eigen systeem, maar ik heb gewoon een systeem, het heet Omnifocus en dat is zo'n heel doorgedreven lijstjes app die heel goed werkt volgens het systeem van Getting Things Done. Dus Getting Things Done is een soort eigenlijk een boek geschreven door David Allen, zo'n organisatieguru uit Amerika. En die heeft zo'n paar regeltjes. Hij heeft zo bijvoorbeeld de 2 minuten regel die zegt... Als je een to-do hebt en je kunt die binnen de 2 minuten doen, dan is het niet nuttig om dat in je to-do-lijst te zetten. Dan doe je dat gewoon direct. Anders blijf je gewoon verzuipen in heel korte to-do-dingetjes dat je net zo goed al had kunnen gedaan hebben. Of zijn grootste stelregel is eigenlijk, krijg alles uit je hoofd en zet het op papier, zodat je hoofd niet vol zit met allemaal alarmsignaaltjes. Van juist, ik moest nog de vuilbak buiten zetten. Juist, ik moest nog naar de slager. Ik moest nog dit of dat. En dat Omnifocus systeem helpt mij. Dat staat gewoon op mijn iPhone. En ik heb nu echt al een paar jaar de gewoonte om, als ik tegen iemand iets zeg, van ik ga dat voor u doen, is mijn eerste reflex tegenwoordig mijn telefoon uithalen, op een plus duwen op mijn scherm, dat erin tikken en save. En dat is het. En dan dus die Omnifocus is eigenlijk 1 lang lijstje of verschillende? Verschillende lijstjes met projecten. Dus je maakt projecten aan en dan heb je per project... Zijn, een van de dingen is ook de volgende actie. Wat is de volgende actie die je voor dit project moet doen om het vooruit te krijgen? Zo. En hij heeft zo'n systeem dat je elke week een soort review doet van je lijsten en ziet van oké, project kinderkamer. Wat is het volgende dat wij nu moeten doen om dat project weer een stap vooruit te krijgen? Dan is dat waarschijnlijk beslissen welke kleur dat we van verf nodig hebben. En dan staat dat bovenaan je to-do's en daaronder staat dan de volgende actie. En dan loopt er die gewoon af en dan weten van dat komt hier goed. Dat is gewoon het systeem zo, maar wat dat voor mij het allerbelangrijkste is qua rust in mijn hoofd, is echt gewoon, ik vergeet niks meer. Dat is echt, op dat vlak ben ik echt zo een productiviteit ninja. Ik verbaas mensen daar ook mee, want bijvoorbeeld als iemand tegen mij zegt,
je kent dat wel, hè? Je zit op café en iemand zegt, ja, we zouden dat een keer moeten doen, maar ja, we zouden van de zomer, hoe gaan we daar een keer voor kijken? Dan ben ik echt wel die op dat moment zegt, oké. En dan duw ik dat in en dan zeg ik, remind me in augustus of zo, of in juli. En dan verbaas ik de mensen waarmee ik op café zat, die waarschijnlijk ook te zat waren om het zich nog te herinneren. Maar dan zeg ik, effectief, in juli kreeg je dan een berichtje in dat programma. En dan ga ik een mail sturen en zeg, weet je nog dat wij zo in februari tegen elkaar gezegd hebben dat wij van zomerdag gingen doen? En ik weet gewoon dat mensen denken dan waarschijnlijk van, what the fuck, wat voor een freak is dat hij dat nog weet? Maar ik vind dat gewoon, dat geeft mij rust. Ik weet van, ik heb u dat beloofd, we gingen dat doen en wel. Kijk, het is jullie, laat ons eraan beginnen. En misschien is dat wel voor heel wat mensen die niet zo in elkaar zitten, heel, ja, misschien te efficiënt of heel freaky. Of allee, wat doe jij nu? Maar bij mij werkt dat heel goed, omdat ik gewoon weet, mijn hoofd is leeg. Ik moet daar niet heel de tijd nog aan denken van, ik moest nog iets, maar ik weet niet wat. En het zit allemaal erin. En ja, en als ik het niet meer wil doen, vink ik het af en doe ik alsof dat gebeurt. Dus het is niet dat mijn leven perfect draait daardoor, maar ik weet wel dat ik niet heel de tijd zo met van alles in mijn hoofd nog eens moet zitten, want er is al zoveel daarnaast. Dus bij mij werkt het, maar ik ben mij er wel van bewust dat dat een heel doorgedreven manier is van daarmee om te gaan en dat dat echt niet voor iedereen marcheert. Dat niet zo Alleen mensen zijn zo, soms iets van, maar ja, dat is toch niet zo spontaan en als je het vergeet, dat is toch ook zo. Allee, weet je wat, ik snap dat wel, maar bij mij is dat gewoon goed. Wat zijn uw dromen, wat zijn uw verlangens, wat zijn uw wensen, ambities voor 2016? Mensen doen niet meer aan goede voornemens, mensen doen aan thema's. Dat heb ik gisteren gelezen. Ik ben nog niet mee. Nee. Wat zijn uw thema's voor 2016? Nee, maar, want het is wel zo, hè, goede voornemens. Ik heb dat ook jaren. Ik ben zo wel iemand van, oh, volgend jaar wordt het allemaal beter. Maar inderdaad, je beseft op een bepaald moment van, dat is gewoon niet zo en je stelt jezelf daarin teleur. Maar wat ik nu las, en ik merk dat bij mezelf ook, dat mensen meer gaan beginnen denken in thema's zoals bijvoorbeeld sociale contacten. Dat wordt mijn voornemen voor 2016. Niet zo van, ik ga nu de meest sociale mens ooit worden, maar gewoon dat je in je achterhoofd houdt van, eigenlijk zou mij dit jaar wat meer moeten focussen op of mijn gezondheid. Maar niet zo, ik wil 10 kilo afvallen, maar ik wil gewoon dat ik tegen het einde van het jaar het gevoel heb dat ik op dat vlak iets verder sta dan dat ik aan het begin van het jaar sta. En dat vind ik zo iets vrijer qua goede voornemens. Bij mij is het wel sociale contacten. Ik ben niet zo'n goede vriendin en ik heb het heel druk gehad de laatste jaren. En ik heb wel mijn vaste klik zo, maar ik ben wel ervan overtuigd dat zo, hoe meer mensen dat je zo contact mee hebt en zo en dat je connectie mee maakt, hoe boeiender dat het leven wordt. En ik heb dat de laatste jaren wel wat door mijn gigantisch druk, alleen met mijn werk en met mijn kind dat er dan plots was, is dat zo wel wat verwaterd. Dat ik blijf hangen in mijn vast kliksje van mensen dat ik al heel lang ken. En ik heb voor mezelf zo wel gedacht van, ik wil weer wat vaker zo. Allee, ik heb een leesclub opgericht, dat was wel heel fijn de laatste jaren. Dat heeft mij ook heel veel boeiende contacten opgeleverd, maar ik wil daar nog wat verder in gaan. Dus ik ben er zo van overtuigd dat iedereen dat je ontmoet, dat die wel een boeiend verhaal kan hebben en dat die iets kan bijbrengen. Dus dat was hetgeen dat ik dacht van, het zou leuk zijn om zo wat meer weer tijd te maken om een keer over de middag te gaan lunchen met iemand dat ik gewoon boeiend vind en daar hoeft niet per se iets uit te komen, maar dat ik gewoon daar de tijd voor weer neem. Meer dan dat ik de laatste jaren heb gedaan. Dus dat. En voor de rest, qua goede voornemens, wil ik gewoon de periode waarin dat mijn gezin van 3 naar 4 gaat goed doorkomen. Want dat was de eerste keer niet zo simpel. Dus ik wil zo goed voor mezelf blijven zorgen dit jaar. Dat is zo'n belangrijke. En zo, ja, mezelf niet wegcijferen. Allee, het is zo, toen dat Dexter geboren was, dan ben ik heel erg zorgend geworden. Dat was alle focus op mijn kind. En deze keer wil ik zo wel wat. Ik wil blijven boeken lezen als het een beetje lukt. Ik wil blijven naar mijn leesclub gaan. Ik wil misschien weer wat sporten, wat meer op mijn eten letten. Zo, toch, maar niet zozeer van, ik wil het strakste lichaam hebben of zo. Maar eerder van, ik wil goed om mezelf blijven zorgen. Ik wil op mijn poten blijven staan. En wat wil je qua job doen? Met je blog of met je journalistiek werk? Wel, ik weet het niet goed, want ik ben eigenlijk blij dat ik binnenkort in zwangerschapsverlof ga. Omdat ik elk jaar wel een keer het gevoel heb van, ik moet nu eens goed nadenken wat dat volgende is dat ik wil doen. Dus ik ga er wel eens over nadenken. Ik ben wel tevreden met mijn job nu, maar ik stel mezelf wel graag in vraag zo van, is dit nog uitdagend genoeg? Word ik hier wel blij van? Zijn er dingen dat ik nog wil doen de volgende jaren?
Dus ik weet het niet zo heel goed. Ik weet sowieso dat ik blijf bloggen, want ik kan het mij niet meer. Ik ben echt, als je al meer dan 10 jaar elke week 3 blogposts schrijft, dan is alleen al de gedachte om ermee te stoppen heel vreemd. Dat is echt gek, maar dat is gewoon een deel van mij. Zo. Dat is mijn kanaal waarop ik dingen verspreid. Dus ik weet sowieso dat ik blijf bloggen. Ik weet sowieso dat ik blijf artikel schrijven, maar in welke vorm of over welke onderwerpen, weet ik niet. Moet ik nog eens over nadenken. Oké, merci dat ik hier welkom was in uw crib, waar de tales ontstaan. Ja. En ik ben benieuwd wat er dit jaar nog allemaal op de blog gaat verschijnen. Ik ook. Graag gedaan. En dat was hem, onze Get Inspired podcast. Wil je er nog meer beluisteren? Dan kan je ons helpen om er nog meer te maken. Ga naar www.zekervanhaarzaak.com/iTunes. En op deze manier word je automatisch doorgelinkt naar de iTunes Store. Daar kan je een lovende review achterlaten, uiteraard, en zo andere ondernemers helpen om onze podcast te ontdekken. Om een review achter te laten, heb je wel een iTunes-account nodig. Heb je die niet? Geen stress, want op een minuutje heb je dat klaargespeeld. Wisten jullie dat ik elke week mijn geheime prijs geef? Yep, elke zondag drop ik een e-mail in de brievenbus van ondernemers in België en ver daarbuiten. Die e-mail zit stampvol met ontdekkingen die ik de voorbije week deed. Zoals boeken die ik gelezen heb, ondernemersweetjes en roddels. Of nee, geen roddels, dat is mijn dat dan niet. Maar wel inspirerende filmpjes en prachtige quotes en zoveel meer. Al die dingen gooi ik dus elke zondag in mijn nieuwsbrief, genaamd Tidbits. Wil jij ook elke week een portie inspiratie in je schoot geworpen krijgen? Laat dan je e-mailadres achter op www.zekervanhaarzaak.com/tidbits. En Tidbits wordt geschreven T-I-T-B-I-T-S. Dat is www.zekervanhaarzaak.com/tidbits. Bedankt om te luisteren naar de Get Inspired podcast van Zeker van Haar Zaak. Maak er nog een zalige dag van en tot de volgende keer.